ik over mijn lippen. Hmm. Oh ja. Als je zou weten hoe duur al deze crèmes waren, dan had je nooit zoveel gedaan. Yo! Hoi, ik ben Bo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ben ik met mijn vriendje. Julian, hoi allemaal, hoi. Julian is ook in eerdere video's geweest, we hadden namelijk een Q&A gemaakt. Ja, klopt. We hebben allemaal vragen ging beantwoorden. Mm-hmm. Dat vond hij leuk, ik vond het leuk, jullie vonden het leuk. Dus vandaag voor jullie een nieuw video. Wat ga je vandaag doen? Jouw make-up. We gaan dus de boyfriend, dat is mijn make-up challenge doen. Ja, ik weet dus helemaal niks van make-up. En het grappige is ook, als ik soms make-up doe, dan zit je ook echt te kijken van wat is dit en wat is dit, weet je wel. Je weet ook echt... Weet je nog dat dat water over je gezicht kan? Ja. Wat is dit? Fixing spray noemt hij dat. Maar ja, we gaan het vandaag denk ik doen. Ik heb echt alles erbij gedaan. Ik heb gewoon mijn daily make-up. Ik heb wat extra dingetjes erbij ingedaan. In mijn toilet was gedaan. Zit ook mijn dagcreme in en een serum. Dus dat moet je ook allemaal aanbrengen. Wordt heel erg leuk. Ga je het goed doen, denk je? Nee, ik ga het echt. Ik weet het echt bij lipstick en mascara. En dan houdt het op, zeg maar. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie nog zin in de video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal. Kan hier. Let's get started. Ik heb mijn haar en staart gedaan. Ik heb hier de toilettas met crèmes, serums, kwasten. Mijn dagelijks make-up. Er zit echt veel in. Ik zal het je even laten zien. Je gaat echt schrikken. Kijk. Lekker veel make-up. Wat is dit allemaal, joh? Waarom heb je... Wat? Zoveel? Oké, jongens. Kijk. Dit zit er allemaal in. Echt van alles zit erin. Dus bij deze hier, deze. Dan kan je het even doorkijken. En dan gaan we zo meteen beginnen. Deze, dit ook eigenlijk. Ga je dit goed doen? Wat is dit allemaal, joh? Zullen we gaan beginnen? Oké, laten we gaan beginnen. Nou, let's go! Oké, Jules heeft de toiletten even doorgekeken. En waarmee ga je beginnen? Dit itempje. Hoe moet ik dat doen? Zo? Ja, een beetje als zo'n beauty vlogger. Wat is het? Lees het maar voor. Er staat Original Skin Matte Moisture. Ik denk dat het een soort cremetje is voordat je de make-up erop gaat doen eigenlijk. Zodat je huid niet helemaal gort gaat door de make-up. Oké, breng het maar aan. Ik vind het gewoon smerig. Het ruikt naar muggenspray. Oké, komt ie. Ik ga een beetje insmeren, ja? Ja. Het is wel zacht. Ja? Ja. Ik moet zeggen, je hebt ook wel een lekkere hoeveelheid gepakt, dus... Als het ook niet meer zacht was, dan wist ik het ook niet meer. Over mijn neus, mijn hele neus vol smeren. Lekker over mijn lippen. Oh ja. Ik denk dat die goed is. Ik had gewoon zo op mijn gezicht heen. Oké. Oké, dit is wat dicht. Het eerste crèmetje zit erop. Ah, ik glij helemaal weg. Man. Oh ja, oké. Next. Ik weet wel van een paar productjes zeg maar wat het is. Maar echt niet van alles gewoon, hè. Gewoon echt, eigenlijk gewoon maar twee of drie producten weet ik wat het is. Wat ga je als volgende product gebruiken? Clinical Formulation with White... Ja, ik zou even helpen, dat is een soort serum. Het is eigenlijk een serum met heel veel moeilijke begrippen. En wat is een serum? Ja, dat ga ik niet vertellen. Dit is een serum. Dit ga ik nu... Aanbrengen. Je moet het openen. Oh, je moet het... Oh ja. Oh, mooi zeg. Oh, wat is het? Oh, huh? Het is een pipetje. Dan moet je hier een knijpen. Ja. Wacht, ik ga het op je voorhoofd. Oké, wel goed. 1. 2. 3. 4. Nou, dat is precies goed, denk ik. Als jij zou weten hoe duur al deze crèmes waren, dan had je nooit zoveel gedaan. Maar dit hoeft niet zo heel veel, denk ik. Ik denk dat dit wel zo'n... Het lijkt heel geconcentreerd of zo, dus ik denk dat is niet heel veel. Het is best wel veel eigenlijk wat ik erop heb gedaan, merk ik nu ineens. Ja. Zo, nou op zich, ik denk dat dit wel, ja. Wat vind je ervan? Ik weet het niet. Denk je dat je deze eerste twee stappen... Ik denk op zich wel dat ik op zich goed ga. Oké, maar ik op zich nu zitten de crèmes erop, wat ga je dan nu doen als make-up of wil je eerst nog wat anders op doen? Nou, ik ken dit ding dus voor je ogen. Dit ken ik, dit moet op je ogen zodat je, dit is een krudder. Ja? Ja, en die moet op je wenkbrauw. Op je wenkbrauw? Moet dat op je wenkbrauw? Nee. Moet dat hier op? Nee, op dit. Op je wimpers. Jezus. Oké, ga maar doen. Ik ben echt heel bang. Dit vind ik echt heel eng. Oké, doe goed stilzitten. Ogen open. Durf ik echt wat niet doe je nou, joh? Je moet het echt zo op je ooglid leggen. Kijk, ja. Je moet het zo leggen, hè? Ja, dat weet ik. Ik kan dit ook. Broek. Ik weet niet hoe lang... Ik denk dat ik dit genoeg is, joh. Kom maar. Ja. Zie je een krul erin? Ik zie wel een lichte krul erin. Ik denk dat het mooi is. Okay. Ja, nou. Ik ga het aan jullie laten zien. Nou. Ja, op zich. Hey. Perfecto. Wat ga je nu verder doen? Ik ga verder met de ogen. Met de ogen. Wat ga je dan doen? Ja, ik wil mascara. Want ik weet wat mascara is. Mm-hmm. Ja, dus, dat is mascara. Is dit mascara? Ja. Oké, dan ga ik mascara op je ogen doen. Oké. Hoe moet ik mijn ogen houden?
Ik ben er best wel... Beetje open toch? En dan kan ik hem zo krullen zo. Ja, hij moet het naar boven. Oké, doe maar. Oeh, wat een spanning. Oh! Jij beweegt. Oh! Je stok echt in mijn oog. Nee, echt? Ja. Nee, jongen. Niet zo tranen, niet zo aanstellen, kom op. Ja. Niet knipperen. Nee. Ja. Ja? Is het mooi? Ja. Oké, jongens, de mascara zit erop. Oh ja, ja, best knap nog, hè? Ja, oké. Wat doen we nu? Nou, nu houden we het op met de kennis. Nu zijn we in het diepe, nu weten we het niet. Dus de producten die je zojuist hebt gebruikt, de wimperkrullen en de mascara, dat waren eigenlijk de enige die je wist. Ja, die weet ik gewoon zeker. Dat kon niet anders dan missen. En nu, wat ga je nu doen? Ja. Ik ga dit aanbrengen. En wat is dat? Wat is het, denk je? Er staat hier foundation in het klein. Nou, dus... En ik dacht dat foundation op je gezicht moet om pukkeltjes en zo te verbergen. Ja, dat is klopt. Dus dat moet gewoon uitgesmeerd worden zo, denk ik. Dat ik nou iets raars zou zeggen? Nee, toch? Nee, maar nee, je hebt daar een kwast voor. Je hebt een foundation kwast, denk ik. Ik denk dat dit het is. Er zitten meerdere kwasten in. Ik heb deze kwast zit erin. Deze. Ja, ze zijn allemaal een keertje gebruikt. Dus ik denk dat er wel iets op moet staan van foundation, toch? Neem ik aan. Oh, dit is ook nog een kwast. Deze, twee. Nee, die knaars is sowieso niet. Heel klein. En nog een borsteltje. Een soort paardenborstel. Maar deze. Dan in dit klein. De kwasten die erin zitten en die je dus kan gebruiken voor de foundation, zijn deze. Welke heb je ervoor nodig, denk je? Het zijn allemaal verschillende. Welke denk je? Ik gok deze. Ja? Of deze. Je moet het zelf weten. Ik ga voor deze. Oké, pak het. Ik ga niks zeggen. Ik leg deze terug, ja? Ja. Oh, dit is weer nog een spuitdingetje. Ja? Spuit dat ver als ik het zo doe? Nee. Dan komt het dadelijk op mijn terrein. Ah, ik zou het op je... Ik geef een tip. Ik zou het op je hand doen. Op mijn hand? Het... Ja? Nee, doe jouw hand naar voren. Okay. Anders wordt mijn hand gewoon versmerig. Dat weet ik niet. Dan kan je het goed verdelen. Satisfying. Zo? Oké, ik moet even naar pukkels zoeken. Ah, mijn hele hoofd dan. Ja, kun je zeggen wat je wil. Maar, er begint gewoon iets te komen hoor. Hey. Als ik jou gewoon heel goed leer make-uppen, kan je dan niet gewoon elke dag mijn make-up doen? Dat zou echt vet handig zijn. Oh ja. Wow. Voelt niet een beetje als verf op de basisschool? Ja, ik vind het echt leuk. Ja. Is het goed uitgeblend zo? Zie je geen vlekken meer? Kan je het zien? Je moet foundation zeg maar niet kunnen zien. Nou, dit is mooi. Oké, ik heb net foundation aangebracht en ik zie al naar een paar producten kijken. Wat ga je nu pakken? Dit glom zo mooi, dus ik denk ik ga dit gewoon nemen. Oh. Gold Rush van Benefit is het. En wat is het denk je? Waarvoor is het? Ik denk dat je daarvoor deze kwast nodig hebt. Dan ga je er zo doorheen en dan kan je dat zo een beetje aan de zijkanten aanbrengen, zodat je een soort glitter of zo krijgt. Op je wang. Oké. Ja. Ja. Als ik gefocust ben, doe ik ook zo. Ja. Ja, is het mooi? Ja, ik denk dat wel een goede... Of bij je neus een beetje ook nog. Ik doe het ook nog een beetje bij je neus. Maar jij denkt dat dat goed is? Een beetje, zegt u ook. Okay. Zo. En nu verder? Gebruikt. Hola Benefit. Hoela is het? Nee, dit is... Ik denk dat dit ook een beetje dat is. Wat is dat? Dat Gold Rush. Is dat een beetje hetzelfde dit? Kijk maar, probeer maar. Nou, we smeren het er gewoon op. Laat even zien welk kwast je ervoor gebruikt. Oké, je gaat dus de Hoola bronzer aanbrengen. Ja. Deze ga je aanbrengen. Hoola bronzer met dit kwastje. Oké. Dat klopt denk ik wel een beetje. Alsjeblieft. Dank je. Ga je gang. Waar ga je dit aanbrengen trouwens? Of waar denk je dat je het moet aanbrengen? Oeh, dit zegt veel. Man, shit. Kan ik een beetje blazen? Kan je het eruit blazen? Waar ga je het aanbrengen? Waar denk je dat het moet? Waar denk je? Bronzer. Ik denk ook een beetje hier, hier. Oké, doe maar. Oh ja. Nee, ik weet het al. Bronzer mag wel iets meer hier. Bij je neus. En ik krijg toch zo'n smallere neus. Is dat niet wat ze altijd willen? Contouren bedoel je? Ja. Ja. Dat is net iets anders, maar... Ook wel, ze doen het ook al bijna hun neus. Iets meer uitgevreven. Nog zo. Hoppa! Oké, je hebt nu alles aangebracht. Ben je er tevreden mee? Of moet er nog wat aan gebeuren? Ik ben er tot nu toe wel tevreden mee. Ik vind het hartstikke mooi. Wat wil je nu doen? Nou, ik heb dus een... Er zit een groot ding in dit ding en dat is dit.
Een sleek. Een sleek. Palet is het. Maar wat is het? Nou, hier staat op de achterkant eyeshadow. En volgens mij moet je dat zo hier op je op de bovenkant van je ogen smeren. Op je ooglid. Ja. Dus dat ga ik doen. Kom maar, ogen dicht. Wauw. Uiterste concentratie heb je. Ja, het is niet normaal. Ik wil echt... Ja, dit is mooi. Zo. Wat is er? Prima. Ja? Ja. Mooi? Ja. Oké. De oogschaduw is aangebracht. Ziet er zo uit. Is ook mooi. Oké, wat ga je nu doen? Nou, ik ken dus eigenlijk nog een product. Want ik zei dat ik lippenstift. Ja, je zei dat wel al. Ja. Lippenstift. Maar ik draag nooit lippenstift. Nee, maar ik zie wel iets met lipgloss. Oh, Mac is deze. Ja, ik kan niet heel goed zien omdat je natuurlijk ons hoofd hebt. Dus dan stelt hij niet goed scherp. Ja. Ja. Maar nou, ik denk dus ook dat hij dit... Hij is wel bijna leeg, maar ik denk dat dit dus op je... Ik denk dat dit op je lippen moet. Oké. Ja. Even zo. Ja, doe ook nog even de bovenkant een beetje. Want ik zie toch dat ik hem een beetje heb overgeslagen. Zo goed? Ik zie echt helemaal geen verschil. Nee, het is zeg maar een huidskleurige, maar het is een beetje zo'n, ja, zo'n gloss gewoon. Het ruikt wel. Die, ja. Het is gewoon een leuke shine. Nou, en wenkbrauw tekenen. Is het voor te tekenen? Dat heb ik altijd zo graag willen doen. Dit is een borsteltje. En dit is een... En daar kan je tekenen, zo kan je het misschien een beetje vervagen. Wat is dit dan? Dik is. Ja, een borsteltje kan je uitrijden. Oh! Maar je moet niet te hard, want dan knapt hij af. Oké. Okay. Ja? Dus met die teken, met deze teken je en dan doe je het zo? Ja, dan kan je de haartjes goed doen. Nou, let's do it. Oké, de eerste wenkbrauw. Oh, hij is echt dik, of niet? Oké, doe de tweede maar. Hij gaat helemaal stuk. Oké, dit is de wenkbrauw. Dat is echt heel lelijk. Oké, maar misschien omdat ik als ik die laatste erbij doe, dat het een beetje recht staat weer. Hoppa. Klaar? Het goed? Ja. Oké, de wenkbrauw en ik pres. Wow, het is eigenlijk. Het valt. Het is wel donker, maar je hebt op zich de vorm heb je wel. Ja, ja, dat dacht ik al. Het kan. Dus. Het kan. Ik ga dit pakken. Ja. En mijn wenkbrauwpotlood ga je pakken. En dan ga ik dat een beetje onder je oog doen. Oké. Dat kan denk ik toch ook gewoon. Oké. Ja, jouw keuze. Ga ik dat gewoon. Joep! Ga ik dat gewoon door. Oké, dus je gaat nu mijn wenkbrauwpotlood onder mijn ogen doen. Ja, want daar heb je zo'n eyeline. Ja, is goed. Ik wil eerst de rechterkant voor jou. Zo? Ja, zo. Nou, ik moet iets donkerder eigenlijk, maar... Op zich... Zo? Ja. Oké, zo. Oké, wat wil je nu nog doen als ik het doe? Wel zoveel. We hebben nu best wel veel. Maar is er nog iets waarvan je denkt, oké, dat mist of dat moet ik? Heb die... Ik weet dat dit... Ja? Dit had ik aan het begin gezegd van, dit moet over je heen als het bijna klaar is. Ja. Ja, dus dit. Ja. Oké, dus deze doe ik er overheen. Pas op dat het niet valt. Met dit. Dit water. Ik dacht weer zo, oh, wij zijn echt geen beautiful boys. En dit. Oké, okay, dus je gaat die dus allebei deze, aanbrengen. Deze eerst en dan die. Oké. Okay. Maar hiervoor... Oh, daar ga je een kwast voor pakken. Welk kwast wil je daarvoor pakken? Nou, ik dacht deze. Ik zat aan deze denken. Dus je gaat de matte poeder aanbrengen met die kwast? Ja. Oké. Okay. Matte poeder maakt je gezicht mat en daardoor glimt het niet zo. Klopt. Oh! Wow, ik heb het goed. Zo. Dan koop je ook een beetje. Ah. Fixing spray van MAC is het. Ja. Van MAC is het zo. Fixing. Ja. Dus dat doe ik er overheen en dan is het zeg maar, dat is dat water, weet je wel, wat je dan het laatste op doet, toch? Ja, je moet hem zo, want je moet het van het slotje af. Dus zo. Ja. Ja, en dan. Wat veel! Oké, zo goed. Hier nog een beetje, denk ik. Nee, ik heb de nis gespoten. Oh, sorry, pliep. Ja! Zo goed! Dit is wel veel, ja. Nou. Is het goed, denk je? Ik ben er uiteindelijk. Ja? Ja, gaat het op zich wel. Ik ben er wel tevreden mee, als serieus. Okay. Ja. Ik ben er ook echt trots op. Dus is de make-up look nu zo helemaal klaar of zeg je er moet nog wat bij? Zeg het. Is het goed zo? Het is wel mooi denk ik. Ja, is het vind mooi? Je het mooi? Vind je, ja, ik vind het mooi. Vind je het geslaagd? Nou, ik vind het niet heel mooi, maar ik denk dat het niet veel beter wordt als dit zeg maar. Oké, okay, dit is dus de uiteindelijke make-up look geworden. Ik ga iets dichterbij, dan kunnen jullie het allemaal zien. Oké, okay, wat vind je er zelf van? Had je verwacht dat het zo werd?
als je iets anders wil doen, heb je dingen gedaan waarvan je nu denkt van, oh, dat had misschien niet gemoeten. Ja, één ding. Nou. Dat wenkbrauw, dit veel? Ja, op je wenkbrauwen? Ja, heb ik hier gedaan bij jou. Ja. Ik denk niet dat dat helemaal hoort, eigenlijk, nu ik het zo zie. Nee? Dat had echt, ik dacht iets van oogpotlood of zo, maar het leek er wel een beetje op. Ik denk, ik doe het gewoon eronder, maar ja. Ik denk niet dat dat helemaal hoort of zo. At the end, het is nog helemaal niet zo heel slecht. Ik heb het wel erg gezien bij mensen. Proud of you. Dus ja, ik vond het een hele leuke video. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke video. Willen jullie meer video's met ons samen? Laat het maar weten in de reacties. En abonneer even op Jules' kanaal. Oh, dat kan ook. Vergeet natuurlijk geen duimpje omhoog te doen. Je te abonneren hier beneden. En tot de volgende video. Doei!